100% Haags. Jouw stadsradio. Op woensdag doen we een Haags kwartiertje. En deze keer even geblikt naar mannen die hebben meegedaan aan de competitie van de beste singer-songwriter van Den Haag. Het duo Giar, gevormd door Allard en Guido, die hier in de studio zijn. Mannen, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Jullie zijn de enige die door mocht uiteindelijk naar de finale vanwege de jury. Jullie hebben een wildcard gekregen toen dat de tijd. Dat is waar, ja, zeker. Hoe is dat? We waren niet de enige die doorgingen natuurlijk. Nee, maar wel de enige. En heette trouwens Gillard. Gillard, sorry. Ja, dus, even voor de tijd. Giar klinkt zo luxueus. Ja, maar ik vind het toch misschien een tip. Het is zoet toch? Nee, het is op zijn Haagse. Gillard eigenlijk. Ja, dat is ook weer niet helemaal. Nee, is ook niet Haags. Maakt niet uit. Er zijn meerdere opties voor. Zullen we, daarmee besluiten? Ja, precies. Hey, nu is het zo dat je aan zo'n competitie mag meedoen. Hoe is dat dan om uiteindelijk daaraan deel te nemen? Ja. Nou, het is ten eerste heel leuk om je eigen liedjes op een podium te kunnen spelen. Ja. En dan met zo'n competitie erbij maakt het natuurlijk allemaal wat spannender. Eén kan je zelf toch een beetje vergelijken met andere mensen. Niet dat we daar nou specifiek eraan meedoen. Maar het is, het is gewoon fijn om gehoord te worden en om je ding te doen. Zeg maar. Heeft iets wel profileren? Ja, heel mooi. Gaan we nou toch ineens dure woorden gebruiken? Giar mag niet, maar profileren wel. Krijgen we dat weer. Hey, nu had ik een mailtje gekregen uiteindelijk, waarin gesteld wordt: wij maken zelfgeschreven Nederlandstalige liedjes met een kritische blik op de maatschappij. Waarom? Ja. Waarom? Ja, waarom maak je dat soort muziek? Kijk, je hoort het dagelijks. Hè? Je wordt er constant mee geconfronteerd met vooral als je naar de televisie kijkt en als je zo al het nieuws om je heen hoort. En dat raakt mij. En Guido raakt dat ook. En toevallig maken wij muziek. Dus ja, vanzelfsprekend ga je dan liedjes schrijven. Of vanzelfsprekend wij gaan dan liedjes schrijven. Zeg maar die wel iets te zeggen hebben. Zeg maar. Iets meer diepgang. Ja. Maar toch met een humoristische. Het is, zeg maar, het is inderdaad je put natuurlijk uit je verleden en waar je een beetje door aangestoken wordt. En hè, wij, of in ieder geval praten we, doe maar een klein beetje van Koten en de Bie-achtige dingetjes, weet je. Ja, dat is een tricky vergelijking, hoor. Nou, ik ook, maar... Nee, nou, ik durf hem wel. Maar het is voornamelijk om je heen kijken en zeg maar dagelijkse dingen die je ziet en die eigenlijk op het nieuws voorbij komen. En dat vangen in muziek. Je knipt op de knop en zit op het volgende kanaal en af en toe sommige dingen blijven gewoon hangen. Ja. Zoals, we hebben een liedje, meerdere liedjes ook over dat hele vluchtelingenprobleem. Mensen die in de zee verdrinken, dat soort dingen. Maar ook over, armoede is. Mensen die niet hun stem kunnen laten horen. Laten we een van die nummers gewoon gaan doen, mannen. Ja, anders blijven we wel uiteindelijk. Welke wordt het? Nou dan de Schone Schijn. Ja. Dat is een beetje een liedje dus inderdaad over... Schone Schijn. De maatschappij in mijn ogen een beetje in elkaar zit. Ja. The floor is all yours. Ja. Yes. Right. 1, 2, 3, 4. Wat een rat bezit, wat behoort.
schijn van ons bestaan. Wie betaalt, bepaalt het even. De schone schijn van ons bestaan. De schone schijn van ons bestaan. Wie betaalt, bepaalt het even. De schone schijn van ons bestaan. Wees niet tevreden met één optie, stel altijd een laatste vraag. Doe jezelf van bekende noties, de waarheid is ook maar naam. De schone schijn van ons bestaan, wie betaalt bepaalt het even. De schone schijn van ons bestaan. De schijn van ons bestaan, wie betaalt, bepaalt het even. De schone schijn van ons bestaan. Oeh, Gillard. Gillard. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk gevonden, mannen? Dat is heel lang geleden. Dat was ergens in, hij was 16, ergens in 1989. Ja, 89. Ja, want toen had ik een hele gezellige koffieshop waar mensen allemaal hele gezellige dingen deden, muziek maakten. Ik had een kelder, konden ze muziek maken. En ja. De eerste beginselen met computers, nou, dat was nog niet eens. Nee, het was gewoon muziek maken. Dat was het. Er waren nog geen computers volgens mij. Nee, ja. Maar ja, Allard die speelde in bandjes. En de Kloggies onder andere. Nou, lang geleden. Heel leuk bandje ook. En ja, ik speelde eigenlijk alleen maar trompet. Een beetje die in je trompet is aardig veranderd door de jaren. Ja, die is een beetje inderdaad hier ook wat aangepast. Nee, ik speel meerdere instrumenten, maar ik zocht iemand om ook mee muziek te maken. In je eentje, ik zit vaak thuis achter de computer dingetjes te maken, liedjes te maken. En dan heb je toch af en toe ook wel de behoefte om met iemand samen te gaan spelen. En iemand die een beetje op in dezelfde lijn zit. En was dat meteen goed tussen jullie twee? We kennen elkaar dus al heel erg lang. Ja. Dus 5 jaar geleden een vriend van ons, Harry toevallig heet hij, een bassist, die zei van, die had hem gezegd van, nou, je moet eens met Allard iets gaan doen. En toen zijn we eigenlijk een beetje coverliedjes gaan doen, hè, van, wat hebben we gedaan? Nieuw Jong, heel veel van Crosby, Stills, Nash & Young. En ja, we zijn met covers begonnen. Ja, we zijn een beetje met covers begonnen, maar op een gegeven moment kwam hij met Nederlandse liedjes. Ik had ook nog wat Nederlandse liedjes. Ik zeg, nou, joh, laten we gewoon leuke Nederlandse liedjes schrijven. En, nou, dat ging vanzelf. Ja. Maar goed, zoals in elke proces kennen wij ook onze strubbelingen. En, je kan elkaar ook wel eens die handen om de nek heen gunnen. Er zijn ook wel lichte verschillen in smaak. Ik denk dat Allard is dan, als ik het zo zeg, meer een beetje de rock, de oude rocker tussen ons. En ik ben meer de, ik heb zeg maar meer een ska achtergrond. Ik heb heel lang in een ska-band gezeten. Dus bij mij is dat, zit dat er meer in uiteindelijk? Bij mij is dat inderdaad helemaal ingestampt. Dus ik kan wat van hem leren. En Allard kan ook wat van mij leren. En dan van elkaar. Met elkaar kom je er uiteindelijk wel uit. Laten we gewoon nog een nummer doen, mannen. Want zo'n kwartiertje ramt voorbij. Welke doen we nog? Sorry. Welke doen we nog? Radeloos. Ja. Ga je gang. We gaan het doen. Maar dat is dan ook het enige stabiele, zeg ik zacht.
aantal maanden zonder werk en de bijstand is te laat. Ga weer eens zoeken naar een baantje. Voel me best een beetje radeloos. Zit niet bij de pakken neer en moedeloos. Ook al doet het zozeer machteloos. Vallen en opstaan is de clue. Zinloos soms, maar dat doet er allemaal niet toe. Je moet verder, want er zit nog zoveel in. Je weet het niet, de weg is open. Pak je kans van iemand die het toch ziet. Neem genoegen met de kleine dingen die er zijn. Het komt wel goed, dat is nou juist zo fijn. En alle centra zitten vol, dat heb ik vannacht weer gedroomd. Ja, het leven van een mens heeft zo zijn ups en zijn downs. Maar met een beetje geluk en door te doen, voel me best een beetje. Voel me best een beetje. Radeloos, zit niet bij de banken neer. Moedeloos. Ook al doet het zozeer machteloos. Vallen en opstaan is de clue. Zinloos soms, maar dat doet allemaal niet toe. Je moet verder, want er zit nog zoveel in. Je weet het niet, de weg is open. Pak je kans van niemand die het toch ziet. Neem genoegen met de kleine dingen die er zijn. Het komt wel goed, dat is nou juist zo fijn. Opstaan is de clue. Zinloos soms, maar dat doet allemaal niet toe. Je moet verder, want er zit nog zoveel in. Je weet het niet, de weg is open. Pak je kans van iemand die het toch ziet. Neem genoegen met de kleine dingen die er zijn. Het komt wel goed. En dat is juist zo fijn. Gillards op de Raag FM. Right. Mannen, dank jullie wel voor de komst naar de studio. Heel graag gedaan. Met de muziek samen. Twee mannen met twee gitaren en pop in je moerstaal. Leuker kan het leven toch niet worden. Heerlijk. Precies. Zo is het. En mocht je ook een keertje willen spelen in het Haagse kwartiertje. We gaan van mannen met gitaren naar rap. Naar eigenlijk wat jij doet in je badkamer. Het mag allemaal. Mail dan even naar studio@denhaagfm.nl. Studio@denhaagfm.nl. 100% Haag. Jouw stadsradio. Den Haag.